Welkom bij deze video over hoofdstuk 2 elektriciteit. We gaan kijken naar paragraaf 2.2 over spanning. En daarvoor kijken we eerst even terug naar wat we geleerd hebben in paragraaf 2.1. Daar hebben we geleerd dat de stroomsterkte het gelijk is aan het aantal elektronen dat door de draad gaat per seconde. En de eenheid van de stroomsterkte was ampère, oftewel coulomb per seconde in SI-eenheden. Let op, lading is geen energie. Ja? Spanning is een nieuw begrip. Ja, en wat is spanning? Spanning is de hoeveelheid elektrische energie die 1 coulomb lading geeft in een stroomkring. En de spanning kunnen we uitrekenen, er is een formule voor. Delta E is de toename van elektrische energie in joule, is gelijk aan de lading in coulomb keer de spanning in volt. Laten we gaan kijken naar een rekenvoorbeeld van een lampje. We sluiten een lampje aan op een batterij van 9,0 volt en je meet een stroomsterkte van 0,15 ampère. Bereken de elektrische energie die door het lampje wordt gebruikt als het 1 uur lang aanstaat. Nou, probeer deze vraag nou eerst voor jezelf te maken en kijk daarna verder of je het goed hebt begrepen. Nou, de uitwerking. We beginnen weer met de systematische probleemaanpak, dus we gaan onderstrepen wat belangrijk is. En we zien 9,0 volt 0,15 ampère en we willen de elektrische energie berekenen als het 1 uur lang aanstaat. Oftewel, we schrijven de gegevens op. U is 9,0 volt, I is 0,15 ampère, T is 1 uur. Oftewel, in SI-eenheden meteen omzetten is 3600 seconden. En gevraagd is de elektrische energie, oftewel delta E. Dus delta E hebben we geleerd als Q keer U. En Q hebben we ook al geleerd, dat was de stroomsterkte keer de tijd. Oftewel, als we die samenpakken, zien we delta E is I keer T keer U. Ja, want we hebben Q gesubstitueerd in de andere formule. Nou, dan vullen we in, want we hebben alles al goed staan en we kunnen meteen uitrekenen, om een energie uit te krijgen van 4860 joule. En denk weer aan de significantie hierbij, want het kleinste aantal significante cijfers was 2, want 1 uur gaan we vanuit dat dat precies 1 uur was. Dus delta E is 4,9 kilojoule. In het vorige voorbeeld heb je nou net de energie uitgerekend. Maar wat is de energie nou eigenlijk? Nou, dat is een redelijk moeilijke vraag, omdat we pas in hoofdstuk 6 gaan spreken over energie en wat het precies inhoudt. Maar als we het gaan opzoeken in de Van Dalen, dan kun je lezen dat energie het vermogen is om arbeid te verrichten. En arbeid leer je pas in hoofdstuk 3, dus dat is ook nog wat vaag. Nou, als je Quantum Universe moet geloven, dan is energie hetgene dat niet verandert, omdat de natuur symmetrisch is onder verschuivingen van de tijd. Nou, dat zou je helemaal niks zeggen, maar eigenlijk zeggen we dus, energie is heel makkelijk om mee te rekenen. Ja, en het is altijd iets wat constant is, dus dat kunnen we gebruiken in een behoudswet. Nou, daar komen we allemaal nog op terug, dus dit is ook eigenlijk extra informatie wat hierin staat. Daarom staat ook rechtsboven een poppetje met een lampje in zijn handen, dus dit hoef je niet per se te weten. Wat is wel handig om in hoofdstuk 2 te weten? Nou, elektronen die krijgen een potentiële energie in het spanningsveld, of die hebben zelfs een potentiële energie. Net zoals dat als jij water gaat optillen, dat jij energie gebruikt om het water omhoog te tillen. Dus het water krijgt dan die energie in zwaarte-energie. Nou, dat zal je nu nog weinig zeggen, maar probeer wel voor te stellen dat als jij een voorwerp optilt, krijgt dat zwaarte-energie omdat jij energie erin stopt en die energie wordt dan omgezet in andere energie van het voorwerp. Als een elektron door een weerstand gaat, neemt de energie van het elektron zelf af. Ja, en die weerstand, die krijgt dus energie en dat kan gebruikt worden om energie om te zetten in nuttige energie of andere energie. Dat kan dus straling zijn, licht en warmte, denk bijvoorbeeld aan een gloeilamp of een LED, of bewegingsenergie of andere dingen. Ja, het belangrijkste van energie is, en dat is de reden waarom we het gebruiken, is dat energie nooit verloren gaat. En we kunnen dus ook een analogie maken tussen energie en elektriciteit. Dus, wat is analogie met water en hoogte en stroom en spanning? Nou, laten we gaan kijken naar water en hoogte. Ja, dan lopen we even vooruit naar wat jij straks veel uitgebreider gaat leren in hoofdstuk 6. Nou, water en hoogte, als ik een hele grote bak heb en ik zet het op een bepaalde hoogte, ik noem die even H totaal. En ik heb één waterrad staan, dat heeft een hoogte H1. En ik heb nog een ander waterrad staan op hoogte H2. Dan kan ik die bak vullen met allemaal watermoleculen. Ja, en ik schreef het even aan met elektronen hier, maar dat zijn allemaal watermoleculen. En wat zal er nou gebeuren?
Nou, in hoofdstuk 6 leer je dat die massa, dus dat water, heeft een potentiële energie als ik het omhoog til. En die energie is gelijk aan de massa keer de gravitatieversnelling keer de hoogte. Dus die is heel positief hier. Op H totaal is die groter dan op H1. Vervolgens, als dat water naar beneden valt, zal de potentiële energie dalen. Ja, want hij staat op een lagere hoogte, dus mijn zwaarte-energie is nog maar mgh2 en h2 is kleiner dan h-totaal, dus mijn zwaarte-energie is gedaald. Ja, als resultaat daarvan zal er dus potentiële energie zijn verloren en die is gelijk aan mg keer h1. En die potentiële energie die we hebben verloren, die is dus omgezet in een andere energie. Ja, en dat is dus onder andere de beweging van dat waterrad. En dat kunnen wij gebruiken dan weer om nuttige energie op te letten. Dus dat is kinetische energie. En natuurlijk ook in warmte. Want ja, we kunnen helaas niks wrijvingsloos doen. En we zullen altijd verlies hebben in warmte. Nou, datzelfde kunnen we doen als we nog een keer naar beneden gaan. Onderaan is de potentiële energie 0 ten opzichte van het punt waar we naar kijken. En ook daar is dus potentiële energie verloren van dat water. Dus, samenvattend. We hebben elektronen of we hebben water in het begin gehad. Dat heeft een bepaalde energie doordat het een positie heeft in ons zwaartekrachtveld. Als dat beweegt in dat zwaartekrachtveld, zal het energie verliezen en afgeven aan het waterrad wat kan gaan draaien. En die energie dus kan, waardoor die energie wordt omgezet in nuttige energie en warmte. De massa die per seconde naar beneden gaat als we water gebruiken, die hangt af van de grootte van die opening. Je kunt je voorstellen als ik een hele kleine opening heb, zeg 1 vierkante centimeter, gaat er heel weinig water doorheen. En als ik daar een vierkante meter van maak, dan gaat er heel veel water doorheen. Dus zal er heel veel energie tegelijkertijd door die opening gaan. Of heel veel water, maar dan zal het ook heel snel op zijn. Dus zal mijn waterrad niet heel lang draaien. En als ik er heel weinig water doorheen doe, zal mijn waterrad heel lang draaien, maar wel heel langzaam. Nou, hoe zit dat nou bij stroom en spanning? Nou, daar kunnen we eigenlijk hetzelfde tekening voor gaan maken. Alleen is dan de hoogte niet de hoogte, maar dan is het de spanning. Dus die hoogte is gelijk aan de spanning die we hebben. En de eerste hoogteverschil is dan dus de U1. En U2 is het tweede hoogteverschil. En weer vullen we die bak nu met allemaal elektronen. En die elektronen zullen dus ook naar het laagste energieniveau terug willen gaan. En een elektron heeft dus een potentiële energie van uw bron keer de lading van een elektron. Nou, die wordt omgezet, dus we zien dan dat als die door één waterrad of door één weerstand is gegaan, want een waterrad is gewoon een weerstand, heeft die potentiële energie is dan gedaald. Die is dan nog maar U2 keer 1. Dus er is een potentiële energieverlies geweest van U1 keer de lading van dat elektron. En die is omgezet in nuttige energie van het apparaat, ja, en warmte. Nou, hetzelfde gebeurt als we naar beneden gaan. Weer precies hetzelfde verhaal. Dat wordt omgezet in nuttige energie en warmte. Nou, wat we nou zullen zien is dat het aantal elektronen dat door het apparaat gaat, hangt af van de weerstand. En die weerstand is dus hoe groot dat die opening is. En weerstand gaan we dadelijk ook zien wat dat precies inhoudt. Maar dat betekent dus eigenlijk hoe makkelijk kan een elektron door mijn apparaat heen gaan. Nou, wat hebben we nou dus gezien van spanning? Spanning is de hoeveelheid energie die 1 coulomb lading heeft. Dus we kunnen verschillende batterijen ook in serie gaan zetten. Stel ik heb een batterij, dat geef ik aan met dit teken. Dan staat U is 1,5 volt. Links is de positieve pool. Rechts, de kleine dikke, is de negatieve pool. En die kan ik in serie gaan schakelen. Ik kan meerdere batterijen in serie schakelen. Net als hoogte kunnen we namelijk de spanning vergroten door meerdere batterijen in serie aan te sluiten. Hierdoor stijgt de spanning dan. Nou, als ik dat doe, ga ik dan meerdere batterijen opzetten. En als we hier nou een voltmeter op aansluiten, zien we dat deze 4,5 volt is. Ja, want ik heb 3 batterijen in serie aangesloten en ik heb ze goed omgezet. Nou, dat kan ik ook doen als ik het volgende voorbeeld heb. Alleen heb ik nou de middelste batterij heb ik omgedraaid. Het gevolg hiervan is dat links de meest linker batterij plus 1,5 is. De tweede batterij zorgt dat die spanning daalt, want dat is als het ware een hoogte naar beneden. Ik heb in plaats van dat ik een hoogte erbij heb gezet, heb ik een gat gegraven van 1,5 meter. Dus netto hou ik hier maar 1,5 volt aan spanning over. Iedere batterij heeft een bepaald aantal ampère-uren dat die energie kan leveren.
Dat geeft aan hoeveel uur de batterij 1 ampère stroom kan leveren totdat deze op is. En op staat natuurlijk tussen aanhalingstekens, want een batterij in werkelijkheid kan nooit opgaan. Alleen het aantal elektronen wat nog kan worden overgezet van de een naar de andere kant is op. Alle elektronen zijn overgezet, waardoor het niet meer gebeurt. In plaats van batterijen in serie te schakelen, kunnen we batterijen ook in parallel schakelen. De afstandsbediening doen we dit onder andere. De 10 seconden vraag. De afstandsbediening van je tv sluit je batterijen aan in parallel in plaats van in serie. Waarom doe je dit? Is dat A voor een hogere spanning, B voor een hogere stroomsterkte, C zodat je de afstandsbediening langer kunt gebruiken zonder dat je de batterij hoeft te vernieuwen, of zijn meerdere antwoorden goed? Denk even na, probeer het zelf. Het juiste antwoord is antwoord C. De afstandsbediening kun je meerdere uren gebruiken zonder dat je de batterij hoeft te vernieuwen. Want als je twee batterijen in serie zou aansluiten, toen hadden we gezien dat de spanning steeg. En als we ze parallel aansluiten, dan verandert de spanning dus niet. En de stroomsterkte die hangt af van de weerstand. En de weerstand blijft gelijk, dus die verandert ook niet. Maar het aantal ampère uren wat één batterij kan meegaan, dat is gelijk, alleen we hebben nu twee batterijen. Dus het totaal aantal ampère uren dat een batterij meegaat is groter geworden. Dus hij kan langer meegaan. De spanning is dus 1,5 volt en beide batterijen hebben 1 ampère uur. Dus over de weerstand die ertussen staat kan 2 ampère uur heen gaan. Dan moeten we kijken naar weerstand en geleidbaarheid. Twee begrippen die je echt moet kennen in dit hoofdstuk. Weerstand betekent, zoals we eerder in de analogie al aangaven, hoe moeilijk kan een elektron door een apparaat gaan. Oftewel, in de analogie, hoe dun is de opening voor het water. Geleidbaarheid betekent, hoe makkelijk kan een elektron door een apparaat gaan. Oftewel, hoe dik is de opening voor het water. Deze twee zijn dus elkaars tegenovergestelde. Alles heeft een weerstand en dus ook een geleidbaarheid. Want dat is een materiaaleigenschap en die staat in binas. Er geldt dat de weerstand gelijk is aan 1 gedeeld door g. Oftewel, hij is omgekeerd evenredig met de geleidbaarheid. En G is I gedeeld door U. Oftewel, de stroomsterkte gedeeld door de spanning. En de eenheid van weerstand geven we aan in ohm, dat is een hoofdletter omega. Als je Grieks hebt gehad, dan kun je hem heel makkelijk tekenen, anders moet je even oefenen. En de hoofdletter G, de geleidbaarheid, drukken we uit in siemens. 10 seconden vraag, welke uitspraak is waar? Een hoge geleidbaarheid zorgt voor een hoge stroomsterkte. Een hoge weerstand zorgt voor een hoge stroomsterkte. Uitspraak A en B zijn beide niet waar. Of A en B zijn beide waar. 10 seconden en zetten we anders even op pauze. Het juiste antwoord op deze vraag is antwoord A. Een hoge geleidbaarheid zorgt voor een hoge stroomsterkte, want de opening is dan heel erg groot. Dus er kunnen heel veel elektronen per seconde door de opening heen. En dan moeten we gaan kijken naar schakelschema's. En dat is waarschijnlijk het belangrijkste van dit hoofdstuk en wat je het meeste zal gaan doen. Een voorbeeld van twee schakelschema's kan ik geven. Dat is bijvoorbeeld deze en deze. En dan zie je twee verschillen staan. De linker noemen wij een parallelschakeling. En de rechter is een serieschakeling. Waarom zijn ze parallel? Dat komt omdat als de stroom gaat lopen vanuit de bron, dan staat er eens gegaan door een schakelaar heen. Als die dicht is, dan is de bron werkend. Als die open staat, is de stroomkring niet gesloten en zal er geen stroom lopen. En dan moet hij uiteindelijk gaan kiezen, moet zijn elektron, ga ik door het ene lampje, ga ik door het tweede lampje of ga ik door de voltmeter. En daarna gaan ze verder naar de ampèremeter, want dan is die het snelste bij de bron. En stroom kiest altijd de weg van de minste weerstand. Maar ze zullen wel alle weerstanden gaan gebruiken, omdat het dan makkelijker wordt. In een schakelschema staan verschillende componenten. En de belangrijkste heb ik samengevat hier. In binas tabel 17b kun je ze allemaal vinden. Maar het belangrijkste is de bron. Links is positief, rechts is negatief. En dit is een gelijkspanningsbron. Dan krijgen we een schakelaar, een lampje,
Dit is adem en dat gebruik je om iets naar A te laten aflopen, zodat er geen stroom of geen lading op een voorwerp kan blijven staan. Dit is een weerstand, een vaste weerstand. Dit is een regelbare weerstand, dus die kun je zelf aanpassen. Dit is een voltmeter en dit is een amperemeter. Ja, een voltmeter meet dus de spanning en een amperemeter meet de stroomsterkte. 10 seconden vraag. We nemen een schakeling met een instelbare spanningsbron en een weerstand en we meten de stroomsterkte. Wat is de onafhankelijke variabele? Is dat de spanning, de weerstand, de stroomsterkte of geen van allen? Denk terug aan wat je hebt geleerd in hoofdstuk 1. De onafhankelijke variabele is de variabele die we zelf aanpassen en dat is hier de spanning, want die is instelbaar. Wat is dan de afhankelijke variabele? De afhankelijke variabele is natuurlijk de stroomsterkte, want die verandert als we de spanning aanpassen. En dan, wat is dan de controlevariabele die hierbij hoort? Het zal geen verrassing zijn dat dat dan de weerstand is. Maar die weerstand wil dus niet zeggen dat die altijd gelijk is. Ja, we zeggen alleen dat het een controlevariabele is omdat we continu dezelfde weerstand gebruiken. Dus we veranderen niet per meting dat we een andere weerstand hebben. Maar de weerstand kan dus wel wisselen. En dat die weerstand niet altijd gelijk hoeft te zijn kunnen we zien in de volgende IU-diagrammen. We hebben 3 verschillende mogelijke IU-diagrammen. De eerste is dat het een rechte lijn is. Onafhankelijk en afhankelijk staan erop en is de rechte lijn door de oorsprong. De tweede is dat die naar boven afwijkt of de derde is dat die naar onder afwijkt. De eerste noemen we een constantaandraad, want daar is de weerstand dus altijd gelijk. Want de weerstand hier is niet direct de richtingscoëfficiënt hier, want de richtingscoëfficiënt is delta I gedeeld door delta U. En I gedeeld door U, dat is de geleidbaarheid, maar R, de weerstand, is U gedeeld door I. Die is dus ook hier constant bij de eerste. De tweede zien we dat dat een PTC is, een positive temperature coefficient. Dat wil zeggen dat de weerstand groter wordt als de temperatuur groter wordt. Dat kunnen we ook zien, want als de temperatuur groter wordt, is over het algemeen dat de stroomsterkte ook groter wordt. Want als er meer elektronen door een draad lopen, botsen meer deeltjes tegen de andere atomen in die draad. En dus zal er meer wrijving ontstaan en dus meer warmte. Er kan echter ook een negative temperature coefficient hebben. En dat betekent als de stroomsterkte groter wordt, dat dan de weerstand kleiner wordt. Dus hoe groter de stroomsterkte en hoe groter dus de temperatuur, hoe kleiner dat de weerstand wordt. Daar kunnen we dus ook diagrammen bij maken. Denk eraan, bij de eerste geldt dus dat U recht evenredig is met I. Weerstand, de RT-diagrammen, weerstand tegen temperatuur. De eerste is dus een rechte lijn, want als U en I recht evenredig zijn, is de weerstand constant. Want U is I keer R. PTC-weerstand geldt dat als de temperatuur stijgt, dat de weerstand stijgt. En bij een NTC-weerstand geldt dat als de temperatuur stijgt, dat de weerstand daalt. Dus dit zijn voorbeelden van NTC en PTC en constantaandraad. Laten we kijken naar een rekenvoorbeeld van de weerstand van een lampje. Bepaal de weerstand van een lampje dat is aangesloten op een spanning van 3,0 volt. Probeer deze weer eerst voor jezelf te doen en zet de video daarom op pauze. En als je eruit bent, dan speel de video lekker verder af. We proberen dit weer te doen met de systematische probleemaanpak. Dus er staat bepaal de weerstand. We moeten weerstand weten en bepaal, dus we moeten een diagram gebruiken. En er is gegeven dat de spanning 3,0 volt is. Gegeven 3U is 3,0 volt. Gevraagd is de weerstand. En de weerstand kunnen we uitrekenen met U gedeeld door I. En dan kunnen we gaan aflezen. Want er staat bepaal. En we gaan aflezen bij 3,0 volt, want dat is gegeven. En dan kunnen we aflezen dat I bij 3,0 volt ongeveer 0,25 ampère is. Die horen bij elkaar. Dus we kunnen dan de weerstand uitrekenen op dat moment. R is namelijk U gedeeld door I. Is 3,0 gedeeld door 0,25 en dat is 12 ohm. En dan hebben we de vraag beantwoord. 10 seconden vraag.
Wat stelt de raaklijn in het IU-diagram voor? Is dat niets, de weerstand, de geleidbaarheid of staat er geen goed antwoord tussen? Dat is een lastige vraag, want het IU-diagram zegt in principe niets, in ieder geval niet voor zover we weten, maar een raaklijn stelt natuurlijk altijd wel iets voor. En in dit geval is de richtingscoëfficiënt delta I gedeeld door delta U, oftewel hoe snel verandert de stroomsterkte bij de spanning U waarbij gekeken wordt. Ja? Maar dat zegt dus niks over de geleidbaarheid of de weerstand, ja? Alleen iets over de toename daarover, of afname. Geleidbaarheid is namelijk I gedeeld door U of de richtingscoëfficiënt als het een recht evenredig verband is. Ja, maar alleen dan. Maar in principe kunnen we geleidbaarheid en stroomsterkte hier direct uit aflezen door gewoon een punt te gebruiken. Wat heb je in deze video geleerd? Als eerste weet je wat het verschil is tussen spanning en stroom. Je kunt dit verschil ook uitleggen met behulp van water en hoogte. En je kunt energie uitrekenen die een lampje heeft gebruikt gedurende een bepaalde tijd, gegeven de stroomsterkte en de spanning. Je kunt verschillende componenten in schakelschema's herkennen. En je weet wat het verschil is tussen serie- en parallelschakelingen. Je kent de formule voor geleidbaarheid en je kan uitleggen wat geleidbaarheid voorstelt. En je weet wat een constante aandraad, een NTC en een PTC zijn. En uiteraard was dit een behoorlijk pittige video, want er moest heel veel worden behandeld, zoals je hier kan zien. Ik hoop dat je echt het meeste wel hebt kunnen begrijpen of als je een tweede of een derde keer ziet dat het dan allemaal duidelijk wordt. Ook met de volgende video's zal dit gedeelte echt nog wel iets duidelijker worden en zeker als je ook succes hebt gehad. Heb je nou toch wat geleerd van deze video? Geef dan vooral een duimpje omhoog en abonneer je alvast op dit kanaal, zodat je alle nieuwe video's de volgende keer ook meteen ziet verschijnen. Heb je nog vragen over deze video? Stel ze dan vooral in de reacties onder deze video en ik probeer je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. En mocht je zelf antwoord kunnen geven op een vraag die gesteld is, doe dat dan vooral, want je leert van elkaar het meest. Ik wens je heel veel succes met het oefenen met deze stof en graag tot een volgende video.